Toen bouwvakkers een oude, roestige auto uit een rivier in Rusland haalden, beseften ze niet dat ze zojuist een ontbrekend stuk in een tientallen jaren oude misdaad hadden ontdekt. Toen ze het beseften, waren ze geschokt. Het hebben van een auto wordt steeds belangrijker in deze moderne tijd. En daarom heeft een lokale raad een gloednieuwe wegomleiding en brug over de rivier de Wolga voorgesteld en goedgekeurd, gelegen in Cheboksari in centraal Rusland. Het zou essentiële transportverbindingen in het gebied bieden en zware verkeersdrukte in steden en dorpen verminderen die te klein waren om zo'n groot aantal voertuigen te verwerken. Echter, toen de bouwvakkers kwamen om de funderingen van de brug in de rivierbodem te plaatsen, deden ze een schokkende en zeer spookachtige ontdekking. Ze hadden niet verwacht iets anders dan vuil, modder en stenen daar beneden aan te treffen en misschien wat zwerfafval dat van verder stroomopwaarts was gekomen. Ze hadden niet verwacht iets buitengewoons te vinden. Maar toen de duikers naar beneden gingen, identificeerden ze een voorwerp dat daar niet hoorde te zijn. Een auto. Het is niet ongehoord dat auto's in rivieren belanden. Maar wanneer dat gebeurt, worden ze meestal vrij snel verwijderd. Iemand meldt een auto-ongeluk in de rivier of iets dergelijks. En de autoriteiten haasten zich om het voertuig uit het water te halen. Dus het was vreemd dat de auto er nog steeds lag, schijnbaar onaangeroerd, gedurende vele, vele jaren. Wat het nog vreemder maakte, was dat dit gedeelte van de rivier een flinke aantal kilometers verwijderd was van de dichtstbijzijnde weg. Niet in staat om met de auto daar beneden te werken, hebben de bouwvakkers enkele van hun zware machines gebruikt om het ondergedompelde voertuig uit het water te tillen. Terwijl het tevoorschijn kwam en voorzichtig naar de oever werd gesleept, waren de werkers geschokt over hoe verroest het was. Een van hen maakte een grapje dat ze hoopte dat er geen lijk in zat. Hoewel niemand echt lachte. Maar alleen al het vermelden bracht een lang vergeten verhaal terug bij een van de oudste werkers, die begon het verhaal te vertellen. Ongeveer 20 jaar eerder brak er een vreselijk nieuwsverhaal uit over een stel tienergeliefden dat enkele kilometers stroomafwaarts werd gevonden. De krant vertelde hoe ze door hun families werden tegengehouden om samen te zijn. En volgens hun vrienden moesten ze stiekem afspreken om elkaar te zien. Het verhaal bleef in het hoofd van de werker hangen, omdat hij ongeveer dezelfde leeftijd had toen ze dood werden gevonden. Hij kende hen niet, maar het verhaal werd gebruikt als een voorzichtigheidsgelijkenis toen hij jonger was. De twee geliefden, een jongen genaamd Ivor en zijn geheime vriendin genaamd Kira, maakten vaak ritjes in Ivors auto na het donker. Ze reden vanuit de stad naar de buitenwijken om het rustige tijd alleen door te brengen, zonder bang te hoeven zijn om betrapt te worden door een van hun families. Ze waren allebei in hun late tienerjaren en oud genoeg om hun eigen fouten te maken, maar ze wilden ook geen gedoe veroorzaken. En dus gingen ze hiermee door gedurende vele maanden. Hun vrienden wisten allemaal van hun avonturen en beloofden hun geheimen te bewaren. De laatste nacht dat ze samen werden gezien was stormachtig en regenachtig. Ivor had Kira opgehaald van hun gebruikelijke ontmoetingsplaats en ze waren weggereden. Waar naartoe? Niemand wist het zeker. De auto was nooit gevonden. Het was slechts één van de mysteries rondom dit tragische stel. Maar toen ze de volgende dag geen van beiden thuis kwamen, begonnen de alarmbellen te rinkelen. De twee families zochten afzonderlijk het gebied af naar hun zoon en dochter, maar geen van beiden vond enig spoor van hen. De bouwvakkers luisterden aandachtig terwijl de werknemer het verhaal vertelde. Hoewel het zeker een intrigerend verhaal was, en één waar velen van hen zich mee konden identificeren, begon het tot hen door te dringen wat er die nacht moet zijn gebeurd. Hun wenkbrauwen begonnen zich te fronsen in droevig begrip terwijl hun collega bleef spreken. Na 4 dagen en nachten van zoeken naar Ivor en Kira begonnen de families, samen met de autoriteiten, de hoop op te geven. Zelfs de vrienden van Ivor en Kira, die hadden toegegeven dat ze wisten dat de twee elkaar in het geheim zagen, konden geen licht werpen op hun verdwijning. Het was een koud deel van de wereld en het zou sterke mensen vergen om daar te overleven in de bevroren wildernis. Mensen die veel sterker waren dan Ivor en Kira. Helaas werd het laatste sprankje hoop wreed weggenomen toen 2 lichamen in de rivier de Wolga werden gevonden. Ze werden al snel geïdentificeerd als Ivor en Kira, hun levensloze lichamen verstrengeld in een laatste omhelzing. Het was een verwoestende wending van gebeurtenissen. Terwijl de families rouwden en treurden om het verlies van hun geliefden, begonnen de autoriteiten met hun onderzoeken. Het leek erop dat er geen duidelijke verwondingen waren aan het lichaam van zowel Ivor als Kira. En een test toonde aan dat geen van beide stoffen in hun bloedbaan had, behalve een beetje alcohol, niets om over naar huis te schrijven.
Toch kon de politie kwaad opzet niet uitsluiten. Immers, de auto was niet gevonden en ondanks een uitgebreide zoektocht in het gebied waar de lichamen werden gevonden, waren er geen sporen van het voertuig. Misschien waren ze overvallen en op de een of andere manier vermoord, waarbij de lichamen in de rivier werden gedumpt. Of misschien waren ze per ongeluk in de rivier gevallen terwijl ze naar huis liepen. De politie kwam er nooit helemaal achter. En na enkele lange maanden van zoeken en onderzoeken werd de zaak uiteindelijk koud. De bouwvakkers begonnen eindelijk te begrijpen wat er was gebeurd. Ze geloofden allemaal dat Ivor en Kira de stad uit waren gereden en het bos in waren gegaan. Er waren kleine verborgen zandpaden waar je kon wandelen of fietsen. Maar ze waren ook groot genoeg voor een auto. Het leek erop dat Ivor een van deze paden had genomen en diep het bos in was gereden. Omdat het donker was en de stormregen neerstriemde, moet hij de rivier voor zich niet hebben gezien. En de auto moet van de kleine richel in het vrij diepe water zijn geraakt. De bouwvakkers keken elkaar allemaal aan, afschuw getekend op hun gezichten. De auto die ze uit het water hadden getrokken, moest dezelfde auto zijn geweest waarin Ivor en Kira vele jaar geleden reden. De kapotte ramen gaven aan dat ze hadden gebroken om te ontsnappen, maar in de waanzin van hun poging om zichzelf uit de auto te bevrijden, raakten ze gedesoriënteerd en verstrengeld en verdronken ze uiteindelijk in het ijskoude water. Hun lichamen waren ver weg, ver stroomafwaarts gespoeld, waarschijnlijk als gevolg van de zware regenval rond het moment van het ongeval. En niemand had het verloren voertuig ontdekt. Tot nu toe. Mensen hadden aangenomen dat het verloren was en nooit zou worden teruggevonden. Maar dit was werkelijk het voertuig van arme Ivor en Kira. Maar wat duidelijk was, was dat er geen sprake was van kwaad opzet. Geen moord of iets dergelijks. Het was slechts een geval van twee mensen die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Maar het verhaal eindigt daar niet, want in de voetruimtes van de auto lagen spullen die toebehoorden aan de twee ongelukkige geliefden. Sieraden, horloges, zelfs enkele kledingstukken en vergeelde foto's die op de een of andere miraculeuze wijze niet waren weggedreven of verslechterd gedurende de jaren. Dus deden de bouwvakkers wat iedereen zou doen. Ze gaven alle spullen terug aan de families van Ivor en Kira. Het was het juist om te doen en misschien zou het een enige vorm van vrede brengen. De tientallen jaren oude zaak werd eindelijk afgesloten en de families konden rusten in de wetenschap van het volledige verhaal van het tragische einde van Ivor en Kira. Ze hadden de noodlottige relatie al lang geleden geaccepteerd. En dit laatste ontbrekende puzzelstukje, hoewel nog steeds tragisch, gaf hun enige troost. Ze konden eindelijk de vreselijke gebeurtenissen achter zich laten. En tot op de dag van vandaag is er ter nagedachtenis aan de twee geliefden een kleine plaquette op de voet van een van de brugpijlers geplaatst. Met daarop eenvoudigweg de tekst, ter nagedachtenis aan Ivor en Kira. Ze hadden geen lang leven samen kunnen leiden, maar ze zouden de eeuwigheid in elkaars armen doorbrengen. En hun herinnering zou voor altijd in die brug gegrift zijn. En nu is het aan jou. Wat vond je van dit hartverscheurende en schokkende verhaal? Hoe zou jij hebben gereageerd als je zo'n afschuwelijke ontdekking had gedaan? Zoals altijd horen we graag van je, dus laat je gedachten en meningen achter in de opmerkingen hieronder.